Overmorgen is er een Europese top en uit de conceptconclusie, ik zei het net al, blijkt dat EU-leiders de steun aan Oekraïne onverminderd willen doorzetten, zo lang en zo intensief als nodig. Sterker nog, voor het eerst zal worden uitgesproken door de Europese Raad dat de doelstelling van de oorlog het voorkomen van een Russische overwinning is. Mijn vraag is dan ook aan de minister-president, wat houdt dit in? Wanneer heeft Rusland gewonnen? En wanneer zal dus voorkomen zijn dat Rusland gewonnen heeft? Voorzitter. Deze vreselijke oorlog draait helemaal niet om Oekraïne en de Oekraïnse bevolking. Dat is nooit zo geweest. Het is, zoals we vanaf het begin hebben gezegd, een proxyoorlog tussen de NAVO en Rusland die ten koste van de Oekraïnse bevolking op Oekraïns grondgebied wordt uitgevochten. Rusland mag deze oorlog, zo blijkt nu ook uit de conceptconclusie van de aanstaande Europese top, dus kost wat het kost niet winnen. Het welzijn van Oekraïne en de Oekraïnse bevolking kan de VS, kan de EU en kan de NAVO niets schelen. Alles is geoorloofd. Geen schade is te groot en geen mensenleven is te veel, zolang Rusland maar niet wint. Zoals onze minister van Defensie Ollengren in oktober 2023 op het Warschau Security Forum zei, ik citeer voorzitter, "In a way of course, supporting Ukraine is a very cheap way to make sure that Russia, with this regime, is not a threat to the NATO alliance." Einde citaat. Amerikaanse neoconservatieve politici als McConnell en Mitt Romney zeggen dit ook. Een oorlog waarin honderdduizenden doden vallen, noemen zij goedkoop. Dat is letterlijk wat ze zeggen. Alles kan, niets is te gek. Geen offer is te zwaar, zolang maar voorkomen wordt dat Rusland wint. Voorzitter, mijn vraag aan de minister-president is, hoe kan Oekraïne überhaupt militair winnen van Rusland? Er is inmiddels een lange lijst van militaire adviseurs en experts die stellen dat Oekraïne militair allang verloren heeft. En dat er niets, maar nou echt helemaal niets is dat het Westen kan doen om een militaire catastrofe af te wenden. De Paternotte. Ja, voorzitter, de heer Van Houwelingen citeerde net uit conceptconclusies. Wij als Kamerleden kunnen dingen inzien, maar het is absoluut niet de bedoeling om die hier te delen. Het is vrij uniek dat een parlement überhaupt daar inzage in krijgt. De meeste parlementen in Europa krijgen dat niet. Dus ik zou willen vragen om hem daarop aan te spreken en te zorgen dat we dat niet doen met elkaar, want dat versterkt de positie van dit parlement niet. Ja, ik moet daar de heer Paternotte denk ik toch gelijk geven. U heeft het vertrouwelijk kunnen inzien. Ja, ze zijn rondgestuurd in de signalering. Het is jammer als zoiets vertrouwelijk is, want daar kun je er ook niet over debatteren. Dat is natuurlijk de functie van dit debat. Maar ik zal de heer Paternotte geruststellen, er zitten verder geen verwijzingen in naar de signalering, inderdaad, die wij allemaal hebben ontvangen. Ja, maar ik vind het toch een kwalijk en gevaarlijk iets, want u ontvangt iets vertrouwelijks, ons verstrekt door het kabinet. En daar citeert u. Ja, dat stond in ieder geval niet boven, dat weet ik heel zeker, dan had ik het natuurlijk niet geciteerd, vertrouwelijk. Dus misschien is het dan handig voor ze als dat voortaan wel boven zo'n document staat. De heer Paternotte. Ja, voorzitter, de heer Van Houwelingen loopt hier al een tijdje rond. En ons is altijd glashelder gemaakt op basis van welke voorwaarden je conceptconclusies kan inzien. En die informatie kan gebruiken. En ik vind het echt heel vervelend dat een woordvoerder van een partij, waarvan we natuurlijk vaak ons afvragen namens wie spreekt hij, dat hij hier zo langmoedig omgaat met die vertrouwelijkheid. Dat ondermijnt dit hele parlement en onze positie op de Europese besluitvorming. Ja, dat moet ik dan toch beamen, want op pagina 12 zie ik vertrouwelijke onderhandelingsdocumenten. Ja, maar dit document staat er dan vertrouwelijk bij dit document, daar gaat het natuurlijk om. Nou ja, goed, u continueert. Voorzitter, en de insinuatie net wordt gezegd, die werp ik trouwens verder van me, dat je namens altijd hetzelfde verhaal weer van je praat. Ik praat helemaal niet namens iemand anders, behalve dan de partij die wij vertegenwoordigen en de kiezers die we hier mogen vertegenwoordigen. Dus dat moet ook maar eens afgelopen zijn. Ik ga door, voorzitter. De munitie en mankracht daarvoor ontbreekt simpelweg. Dit is bijvoorbeeld de analyse van oud-kolonel en militair adviseur Douglas McGregor, maar ook de analyse van professor Jeffrey Sachs. Volgens hen heeft Rusland militair al gewonnen. We zitten nu in de fase waarin langzaam de politieke schuld van deze verloren oorlog, uitgelokt nogmaals door de VS, de NAVO en de EU, op de schouders van Oekraïne wordt geschoven. Oekraïne kon de NAVO nooit wat schelen. De 500.000 doden die daar zijn gevallen bewijst het. De miljoenen Oekraïners die hun land hebben moeten ontvluchten laten dat zien. De enorme economische schade die Oekraïne heeft moeten doorstaan toont dit aan. Het enige wat voor de NAVO telt is Rusland militair en economisch beschadigen en ze op die manier verzwakken. Oekraïne, de Oekraïnse bevolking, werd en wordt daarvoor genadeloos, nietsontziend, gebruikt en misbruikt. En we laten het als Nederland allemaal gebeuren, voorzitter. Sterker nog, ontmoedigen en wakkeren de ellende aan. Voor de NAVO is Oekraïne niet onze vriend, voorzitter. Oekraïne is een middel, een instrument om Rusland te beschadigen. Ja, voorzitter. We steunen Oekraïne zolang het nodig is. We zijn er tot het bittere einde. Dat wil zeggen totdat we, net zoals in Vietnam, Irak, Syrië, Libië en Afghanistan er genoeg van hebben, onze boel inpakken en vertrekken naar een rokende puinhoop
te hebben achtergelaten. De Klaver. Voorzitter, heeft Forum voor Democratie, de partij Forum voor Democratie of de voorganger, de stichting Forum voor Democratie die op het Oekraïne-referendum furore heeft gemaakt, hebben die ooit geld ontvangen uit Rusland of van mensen gelieerd aan Rusland of het Kremlin? Absoluut niet, absoluut niet. Ik heb nog nooit, meneer Klaver, ik heb nog nooit een roebel gehad, echt niet, nee. Voorzitter, is de heer Van Houwelingen bereid om de jaarverslagen van zowel de partij als van de stichting die de voorloper is van deze partij, om al die verslagen en alle financiële jaarstukken openbaar te maken? Wat ik ervan weet, via de voorzitter, meneer Klaver, is dat al die stukken zo van stichtingen zijn sowieso openbaar. Dus ik neem aan, ik heb het niet voor het debat gecheckt, ik hoop dat u me dat niet kwam, maar neem aan dat het sowieso openbaar is. Ja. Prima, dat was de laatste interruptie van de heer Klaver. U continueert. Ja, dank u, voorzitter. En dat op het moment, voorzitter, gaat komen, het moment waarop een grafgraven en daar het lijkt dat Oekraïne heet indumpen. Het is weerzinwekkend en walgelijk en het heeft met steun en vriendschap niets te maken. En ik voorspel u, voorzitter, over een paar jaar zien de Oekraïners dat ook in en zullen ze ons hierom, vrees ik, gaan haten. Want Oekraïne, voorzitter, is door het Westen gekoloniseerd. Door middel van het EU-associatieverdrag, waarvan we bijna 10 jaar geleden al zeiden dat het een kolonisatieverdrag is. Dat tot de oorlog met Rusland zou leiden. Een verdrag bovendien wat natuurlijk is afgewezen door de Nederlandse bevolking. Laten we dat vooral nooit vergeten. 6 april 2016. En de minister-president heeft het alsnog doorgedrukt tegen de zin van de Nederlandse bevolking in. Door middel van de door het Westen gesteunde coup, want dat was het in 2014 met geweld. Door middel van het afvaardigen van Johnson, ik zei het net, april 2022 naar Kiev. Waar hij namens het Westen het vredesakkoord dat er lag en waar Oekraïne nu alleen nog maar van kan dromen, heeft getorpedeerd. En Oekraïne heeft opgedragen om door te vechten. Let's just fight. Dat is wat Johnson tegen Oekraïne toen zei. En nu, voorzitter, wordt Oekraïne gedwongen zich in een zinloze proxyoorlog tussen de NAVO en Rusland, die niet te winnen is, dood te vechten. Tot de laatste Oekraïne, of als het aan Macron en andere Europese leiders ligt, tot de laatste Europeaan is gesneuveld. En waarom? Om kosten wat het kost te voorkomen dat Rusland wint, om Rusland waar mogelijk maar te beschadigen, om de wapenindustrie die recordwinsten behaalt en grote bedrijven zoals BlackRock te laten profiteren van deze oorlog. En na deze oorlog stukken landbouwgrond die Oekraïne waarschijnlijk moet gaan verkopen om hun schulden af te betalen, op te kopen voor een prikje. Is dat waar we het allemaal doen? Het is absurd. Het is walgelijk en het is zinloos. En als Nederland laten we het niet alleen gebeuren, voorzitter. We lopen voorop in het aanwakkeren van deze oorlog. Een oorlog, voorzitter, die niet onze oorlog is. En dan tot slot, want ik zie dat ik nog een paar seconden over heb, zou ik mijn minister-president willen vragen om in te gaan eigenlijk op de vraag die mijn collega, de heer Baudet, vorige week heeft gesteld en waar geen antwoord op is gekomen van wat betekent nou dat gesprek wat Nuland had met de Amerikaanse ambassadeur in 2014, waarin ze dus de Oekraïnse regeringsposten notabene verdeeld. Laat dat niet zien dat Oekraïne de facto helemaal geen zelfstandig land meer is. Dus dat Oekraïne ook al lang niet meer om zijn eigen toekomst gaat en dat het dus ook een proxyoorlog is. En mijn laatste vraag, voorzitter, want dat heeft hij ook mee te maken, Nord Stream. De statelijke acte die dat heeft gedaan, voorzitter, die Nord Stream heeft opgeblazen, beschouwt onze regering die statelijke acte, wie dat dan ook is, als een vijandige mogelijkheid? Dat is een ja of nee vraag. Dank u wel, voorzitter.